Gordon is niet blij met de reacties op zijn interview, waarin hij zijn comeback aankondigde. Hij liet zich emotioneel uit over zijn leven en zijn ex, en onthulde een gevoelig detail over de zelfmoord van de broer van zijn ex. Dat viel niet goed bij veel mensen. Rob Gooses, de tv-expert van RTL Boulevard, was een van de critici. Hij zei dinsdagavond dat Gordon zichzelf geen dienst had bewezen met het interview. Hij dacht dat RTL en Gerard Joling, met wie Gordon vaak samenwerkte. Hem niet meer zouden willen hebben. Ik denk dat RTL en Gerard Joling allebei zoiets hadden van: voordat Gordon volledig genezen verklaard is door een psychiater, gaan we even niet met hem samenwerken. Rob was erg scherp in zijn oordeel. Dat horen we niet vaak meer op de tv, zeker niet over een bekende Nederlander. Gordon was daar waarschijnlijk erg van geschrokken. Gordon stuurde Rob namelijk een paar apjes in de nacht, vertelde Rob in de BLVD-podcast. Jij hebt wel nog wat apjes gekregen van Gordon begrepen? Vroeg Bridget Maasland, die ook in de podcast zat. Rob antwoordde, ja en nee. Ja, Gordon heeft er een handje van om in dit soort situaties nachts te gaan appen, dus ik was de klos. Alleen ik heb geen idee wat hij heeft gestuurd, want ik werd wakker en ik heb twee berichtjes om half zes nachts gekregen die hij alweer verwijderd had. Dus dan staat er, verwijderd bericht, verwijderd bericht. De apjes van Gordon waren dus net zo kortstondig als zijn tv-comeback. Interessant. Waarom heeft Gordon die apjes eigenlijk verwijderd? Heeft hij Rob uitgescholden en kreeg hij daar spijt van? Rob sarcastisch. Ik denk dat hij eerst wilde zeggen dat hij het niet eens was met mijn analyse. Maar dat hij daarna dacht van, nou Rob, je hebt eigenlijk toch wel een punt, en dat hij het daarom heeft weggehaald. Bridget Maasland vond dat niet erg geloofwaardig. Ik vind dat wishful thinking wat jij nu doet, maar prima. Als jij dat denkt en je wordt er rustig van. Hahaha. Erik de Munk, die ook in de podcast zat, dacht er net zo over. Wel heel mooi om 2024 zo in te gaan met deze gedachte. Bridget, hahaha. Ha, ha. Heel positief. Rob moet misschien binnenkort een nieuwe hobby zoeken: het ontcijferen van Gordons verwijderde berichten.